Dat is nog bezig. En als we iets van een berekening willen zien wie hoeveel uit die pot van 1500 miljard krijgt, 1500 miljard, dan moeten we 2 of 3 weken wachten. Ja. Dus ja, ga door met die behandeling. Leggen we niet stil. Plan het in wanneer dat met rust kan. Maar alsjeblieft niet volgende week. Dat wordt een haastklus. Wat ik u brom, daar krijgen we later ontzettend veel spijt van in de kwaliteit van de behandeling. Wel, de heer Van Baarle, denk. Ja, voorzitter, de heer Seder wordt steeds op een opdracht gestuurd om deze wet door de Kamer te jassen. Maar dat lijkt me onverstandig. Ook omdat er nog informatie komt die mensen bij het debat willen betrekken. En omdat het gewoon om een heel groot onderwerp gaat. Te meer er ook volgende week dus die begroting buitenlandse zaken staat. En mijn fractie het uiterst onverstandig lijkt om de begrotingsbehandeling uit te stellen. Dus geen steun. Mevrouw van der Plas, BBB. Ik sluit mij bij alles aan wat de voorgaande sprekers hebben gezegd. Dus geen steun. Mevrouw Den Haan, fractie Den Haan. Ik sluit me ook aan bij voorgaande sprekers. Geen steun. Wat mij betreft kan het ook op een later moment. En het liefst dan wel naar de commissieparameters. Mevrouw van Beukering-Huibrechts, D66. Ja, voorzitter, ik heb er moeite mee dat er gezegd wordt dat het er doorheen gejast wordt. We zaten hier vannacht, we hebben vannacht met elkaar geconstateerd, sterker nog, we hadden het even om 11 uur erover of we door zouden gaan met de termijn op een ander moment. Ik vind het wel wat lastig. De minister zat klaar om te gaan antwoorden. Nou, logisch dat we dat vannacht om 1:30 niet hebben gedaan. Maar om dan nu tot december te gaan wachten, vind ik een beetje jammer. Dus wat mij betreft lijkt me ook logisch. U zult het niet verbazend vinden, maar D66 steunt het verzoek. De heer Smals, VVD. Steun voor het verzoek. Mevrouw Matoeg, GroenLinks. Voorzitter, de wereld staat in de brand. Volgens mij is het heel belangrijk dat de begrotingsbehandeling buitenlandse zaken gewoon doorgaat. Die is er om een reden. Het is ook belangrijk dat het klimaatdebat doorgaat. En volgens mij, omdat er zoveel vragen zijn, ik sluit me helemaal aan bij de woorden van de heer Stoffer ook over artikelgewijze behandeling. We zouden dat kunnen doen bijvoorbeeld via een WGO in die periode. Dus laten we onszelf niet overhaasten en gek maken. Is ook niet goed voor de inhoud en de kwaliteit. Sluit me aan dus bij het verzoek van de heer Stoffer. En dit was ook namens de heer Nijboer van de PvdA. Dank u wel. De heer De Jong. Ja, voorzitter. Ik vraag me af namens wie de heer Seder hier eigenlijk staat. Namens het kabinet en de coalitiepartijen die dit er doorheen willen jassen, of namens de Raad van de Europese Unie, die hierna aanbevelingen heeft aangegeven. Voorzitter, ik citeer: in de loop van 2022 zullen er wetgevingsmaatregelen voor de uitvoering van de overeengekomen pensioenhervorming door het Nederlands parlement worden besproken en goedgekeurd. Dank u wel. Dus nee, voorzitter. Ja. Dat betekent dus dat als we dit gaan doen, ja, dan zijn we de stempelmachine geworden van Brussel. Dan nemen we onszelf hier in dit parlement niet serieus. En dat kunnen we niet accepteren. U steunt dit niet. Debat kan niet worden doorgevoerd. U steunt het niet. Mevrouw Beckerman, SP. Geen steun. De heer Wassenberg, Partij voor de Dieren. Nee, voorzitter. De Partij voor de Dieren vindt het onwenselijk dat er nou begroting gaan worden doorgeschoven. Dat is al in het verleden gebeurd. Dat is niet prettig. Ik stel voor om te kijken wanneer de eerste natuurlijke ruimte in de agenda is. En als dat eind november of in december is, dan zij het zo. De heer Van Meijeren. Vorm voor Democratie. Ja, voorzitter, snelheid mag het nooit winnen van zorgvuldigheid in het wetgevingsproces. En dat geldt des te meer bij zo'n ingrijpend voorstel als dit. Dus geen steun. Heer Van Haga, Groep Van Haga. Ja, BVNL steunt dit voorstel niet. En we sluiten ons aan bij de woorden van de heer Stoffer en Omtzigt. De heer Dassen van Volt. Ik sluit me ook aan bij de woorden van de heer Stoffer, voorzitter. De heer Epping. Steun ja, Stoffer. En mevrouw Palland. Ja, voorzitter, de druk op de agenda hier plenair die is bekend, is altijd een puzzel. Gisteren zouden we het behandelen. Ik denk dat het goed is om de zorgvuldige behandeling voor te zetten. En als daar geschoven kan worden in de agenda, dan lijkt mij dat prima. Dus steun voor het verzoek. Dank u wel. Er is een meerderheid voor het verzoek om het vervolg van het debat over de toekomstpensioenen volgende week in te plannen. Gezien het feit dat er dinsdag en woensdag behandeling is van het belastingplan, betekent het wel dat wij donderdag moeten stemmen over het belastingplan. Dat is belangrijk ook, zodat de Eerste Kamer er op tijd naar kan kijken. En we zullen dus het debat dan donderdag gaan behandelen met elkaar. Ja, wilt u daar nog iets over zeggen? Dat is de conclusie op basis van de input. Ja, voorzitter, de conclusie is helder. Er zijn 77 leden die dit willen. En er is niemand in de oppositie die dit steunt. En ik wil dat hier markeren. En ik zou ook graag een reactie willen hebben van de coalitie. Normaal gesproken wordt er echt wel gezocht naar enig draagvlak. En u hoeft niet de hele oppositie mee te nemen. En u krijgt ook geen applaus. Helemaal niet erg. Dank u wel. Maar wat vindt de coalitie nu van dat er niemand meer denkt dat we het zo moeten doen? We gaan de regeling niet herhalen. Ik kijk even naar u, meneer Seder. Volgens mij heeft u uw boodschap net afgegeven. Ik schors de vergadering en dan gaan we over naar vervolg van de begroting BUA-OS.
Thank you.